Kijk, dat elektrisch toilet, dat kennen we nu inmiddels al. Maar nu zit ik dus in een hostel voor 15 euro. En ik heb er ook een outfit bij gekregen. En dat is niet voor niks. Dat wil ik jullie toch even laten zien. Ik heb namelijk in mijn achtertuin. Ik heb een Japanse tuin, jawel. Hop, kijk eens. Even zachtjes, want er zijn vast wel mensen aan het slapen. Heb ik dus een Japans bad. Een Japans bad, dames en heren. Kijk hier, dat is de vrouwenkant, dit is de mannenkant. Kijk, de mannenkant ga ik dan nu naartoe. Dan doe ik slippertjes uit. Ik weet allemaal hoe dat werkt. Nou, dan word je dus eerst hier. Dit is het Japanse bad. En dan word je eerst achter jezelf hier te wassen. Want het Japanse bad is natuurlijk gewoon echt al schoon. Ga je erin. Hè? Dit water wordt namelijk nauwelijks ververst. En dan mag ik nu heel even naar de muur kijken. Want dan ga ik natuurlijk even genieten van het Japanse bad. En ga ik hier levend verbranden. Om jullie de goedjes te kunnen doen. Want ik zit hier heerlijk te genieten. In inderdaad een Japans ons voor 15 euro per nacht. En ja, ik wens jullie in Nederland al heel veel de groeten. En hopelijk kunnen jullie ook zo genieten van het leven als ik hier doe. Ik zit hier nu even. Jo!